minister van Ardennen zegt dat er geen extra verlaging van de uitkering komt voor niet-solliciterende werklozen. Een betoging tegen de maffia in Palermo op Sicilië, waar tienduizenden mensen aan meededen. Bij Rembrandt in de Leer, een tentoonstelling over Rembrandt en zijn leerlingen, is vandaag geopend in het Rembrandthuis in Amsterdam. Goedenavond. Het kabinet heeft geen plannen om de uitkeringen van werklozen die niet naar een baan zoeken extra te verlagen. Dat zei vicepremier van Ardennen vanavond in een NCRV-uitzending op het andere net. Den Haag, Gerard Arnikoff. Daarmee neemt de vicepremier dus afstand van de opmerkingen die de minister van Financiën gisteren in de Kamer maakte. Dat gebeurde tijdens een speciaal debat over een omstreden interview van minister Rudding. Daarin had hij gezegd dat veel werklozen, vooral jongeren, er zich met een jantje van lijden van afmaken bij het zoeken naar een nieuwe baan. En had de minister daaraan toegevoegd, de uitkering voor die mensen zou best verlaagd mogen worden. Zo zei de minister het gisteren. Maar wat hen betreft mag men toch in reden zich afvragen in hoeverre het verantwoord is dat de samenleving grote bedragen ter beschikking blijft stellen in de vorm van uitkeringen die zich op hetzelfde niveau bevinden als voor andere werklozen die naar internationale maatstaven nog steeds hoog zijn en die een extra last leggen op de collectieve uitgaven. Maar vandaag komt vicepremier van Ardennen namens het kabinet met een heel andere boodschap. Werklozen die weigeren om een baan te zoeken krijgen al een lagere uitkering, een zogenaamde strafkorting. En er zijn geen plannen om daarbovenop nog een extra verlaging door te voeren. Als u zou daarmee willen zeggen dat dat zeer binnenkort aan de orde zal komen, dat denk ik niet. Dan zouden we eerst moeten zien of de huidige mogelijkheden inderdaad tekort zouden schieten. En ik denk dat collega De Koning daar dan over mededelingen zal gaan doen. Dus afrondend, Rudding sprak gisteren toch meer namens zichzelf dan namens het kabinet. Ik zeg net, de algemene lijn is natuurlijk de lijn van het kabinetsbeleid. Die heeft hij vertolkt. Juist in het parlement kan je zeggen, dat is kabinetsbeleid. Op de concrete punten zal iedereen het accent wel eens iets anders kunnen leggen. En daarmee bedoelt de vicepremier, minister Rudding sprak inderdaad namens zichzelf alleen. Volgens de Saoedische olieminister Yamani zullen Mexico en Egypte hun olieproductie beperken. Ze zouden dat doen om een verdere daling van de prijzen van olie op de wereldmarkt te voorkomen. Yamani zei dat op zijn rondreis waarmee hij een eind probeert te maken aan de onzekerheid over de olieprijzen. Als onderdeel van die reis was Yamani vandaag in Noorwegen, dat onlangs een verlaging van zijn olieprijs aankondigde. Die maatregel werd toen gevolgd door Groot-Brittannië en Nigeria en dat zorgde voor nogal wat onrust op de oliemarkt. Yamani wil met zijn rondreis de onduidelijkheid over de olieprijs proberen te beëindigen. Van de Noorse regering heeft hij een toelichting gevraagd op de Noorse prijsverlaging. Inmiddels heeft Noorwegen alweer een kleine prijsverhoging aangekondigd. Op een persconferentie vertelde Yamani verder dat geen enkel land er belang bij heeft als de olieproductie sterk zou worden ingekrompen. Wel kan een kleine beperking tot stabiliteit bijdragen, zei Yamani. Mexico en Egypte zullen daartoe binnenkort overgaan, aldus de Saoedische minister. Yamani zei dat hij Noorwegen niet om een productiebeperking had gevraagd. De OPEC, de organisatie van 13 olie-exporterende landen, komt maandag in Genève bijeen om zich te beraden op de situatie op de oliemarkt. Yamani verwacht dat die landen zullen besluiten tot een kleine productiebeperking. Op het Italiaanse eiland Sicilië heeft de bevolking een grote betoging gehouden tegen de maffia, na een nieuwe reeks arrestaties in de strijd van de overheid tegen de georganiseerde misdaad. Vele tienduizenden bewoners van Sicilië waren vandaag op de been in een protestmars tegen de misdaad op hun eiland, de maffia. De laatste jaren is de bevolking meerdere malen massaal de straat opgegaan om steun te betuigen aan politie en justitie in hun strijd tegen de maffia. Die strijd dateert al van het begin van deze eeuw, toen de georganiseerde misdaad een steeds grotere invloed kreeg op Sicilië. Die symbolisch wordt voorgesteld als een inktvis in de protestmars vanmiddag. Zijn buiten.
De Italiaanse politie is sinds eind vorige maand met een campagne bezig tegen de maffia op het eiland. Gisteren werden meer dan 50 mensen opgepakt. Er waren alleen al in Palermo 2000 politiemensen bij de operatie betrokken. De arrestanten, verdacht van lidmaatschap van de maffia, kunnen lange tijd in voorarrest blijven, tot een onderzoek eventueel hun onschuld heeft aangetoond. Volgens het hoofd van de politie van Palermo is er een historische stap gezet in de strijd tegen de maffia op Sicilië. Corleonese Giacomo Rina, padre di Salvatore, si trovava a Budrio. A questi 366, scaturito dall'accusa a confessione di Tommaso Buscetta, si contesta fra l'altro l'eliminazione con il sistema della lupara bianca di Francesco Mafara, ex contrabbandiere, capolista di uno dei più articolati e complessi processi su mafia e droga. L'operazione non è conclusa, procede. 50 arrestaties dus gisteren in Sicilië. Nederland en China gaan meer contacten leggen op sportgebied. Er is overleg tussen staatssecretaris Van der Rijden, die over de sport gaat, en zijn Chinese collega om de sportuitwisselingen tussen beide landen uit te breiden. De Chinese delegatie, hier met staatssecretaris Van der Rijden en de Chinese ambassadeur in ons land, gaat op bezoek bij sportverenigingen en bonden en neemt een kijkje bij sportevenementen. China is vooral geïnteresseerd in voetbaltrainers en coaches om het Chinese voetbal op een hoger peil te brengen. En Nederland, op zijn beurt, zou weer veel van de Chinezen kunnen leren op het gebied van volleybal en turnen. Die overdracht van kennis gebeurt al bij het tafeltennis. Bettine Vriesekoop bijvoorbeeld, hier in actie bij de Open Nederlandse Kampioenschappen van het afgelopen weekende, is al 2 keer geruime tijd in China geweest in een trainingskamp. Speelt van Rogoven. In de toekomst willen beide landen dergelijke sportcontacten uitbreiden. Zo is de bedoeling van de gesprekken die de komende dagen worden gehouden. Victor Lieberman wordt volgend jaar september naast Jaap van Zweden eerste concertmeester van het Concertgebouworkest van Amsterdam. Lieberman volgt Theo Olof op, die op eigen verzoek met vroeg pensioen gaat. Lieberman, geboren in de Sovjet-Unie, kwam 5 jaar geleden naar ons land en werd eerste concertmeester van het Rotterdams Filharmonisch Orkest. In de Sovjet-Unie was hij eerste concertmeester van het Leningraads Filharmonisch Orkest en maakte daarnaast carrière als solist. Hij speelde in binnen- en buitenland. In het Rembrandthuis in Amsterdam is vanmiddag de tentoonstelling Bij Rembrandt in de Leer geopend. Deze tentoonstelling wil vooral laten zien wat Rembrandt in de kunst op zijn leerlingen wilde overdragen. En wat ervan zoal in hun eigen werk is terug te vinden. Er zijn dankzij een groot aantal bruiklenen uit binnen- en buitenland 75 tekeningen en etsen van Rembrandt en van zijn leerlingen te bewonderen. Daaronder 11 Rembrandt-tekeningen. Rembrandt was een strenge leermeester. Hij bracht op vaak zeer drastische wijze veranderingen aan in tekeningen van zijn leerlingen. Zijn eerste leerling was Gerard Douw, maar 15 jaar oud. En ook Govert Flink en Van Renesse, van wie dit werk, die later een geheel eigen weg in zouden slaan, met nauwelijks nog merkbare invloed van Rembrandt. Maar anderen volgden de meester zeer nauwgezet, zoals bij dit werk, dat misschien van Rembrandt zelf, maar misschien ook van een leerling is. Zeker van Rembrandt zijn in ieder geval deze werkstukken. Zelfportret, tekenend aan het raam. Zelfportret ten voeten uit. En de grote Jodenbruid. De tentoonstelling blijft geopend tot en met 6 januari. En dan het nieuwsoverzicht. Na een verblijf in een Spaans hotel zijn 3 Nederlanders overleden, vermoedelijk aan de zogeheten veteranenziekte. Ze liepen de ziekte te vergelijken met een ernstige vorm van longontsteking op in dit hotel in Pineda de Mar bij Barcelona. Hoe verontrustend is de situatie? De zaak is niet verontrustend. Het komt meer voor dan we denken. Ook in Nederland komt deze ziekte voor. Maar ook een deel van de patiënten wordt geïmporteerd. De mensen die nu in Spanje zijn geweest, op welke verschijnselen moeten zij letten? Het zijn vooral patiënten met hoesten en een toenemende temperatuur. En verder wat algemene verschijnselen, buikpijn, weinig eetlust en dat soort zaken. Er komt extra personeel voor de bewaking in de Bijlmerbaaiers in Amsterdam. Justitie heeft dat besloten naar aanleiding van de ontsnapping gisteravond van 7 gevangenen. 2 van hen zijn inmiddels weer aangehouden.
irritatie bij de Amsterdamse politie over de ontsnapping uit de Bijlmerbaaiers. Wij vinden het uitermate teleurstellend dat er nu weer mensen ontsnapt zijn uit de zogenaamde Bijlmerbaaiers. Het is niet de eerste keer, in het verleden zijn we er ook al diverse malen geweest. En het is in het bijzonder voor de Amsterdamse politie die dan telkens toch maar weer een behoorlijke politiemacht op de been moet brengen om daar een onderzoek in te stellen. Buiten het gevaar voor de politiemensen die daar als het eerste komen, niet precies weten wat er eigenlijk aan de hand is. En waar wij ook voor moeten zorgen in een later stadium weer deze mensen aan te houden. Ze zijn er nu al ontvlucht zonder wapens, maar heel vaak is het zo wanneer wij tot aanhouding moeten overgaan dat er wel vuurwapens bij getrokken worden. Op verschillende plaatsen in ons land is vandaag actie gevoerd tegen vrouwenmishandeling. Dat gebeurde ter gelegenheid van het feit dat 10 jaar geleden de eerste Blijf van mijn Lijfhuizen werden geopend. In de binnenstad van Eindhoven werden aan het eind van de morgen zwarte ballonnen opgelaten, als symbool voor de vrouwen die de afgelopen jaren zijn mishandeld. Aan de ballonnen zaten kaartjes waarop stond dat vrouwen die mishandeld worden daar toch vooral bij de politie aangifte van moeten doen. De Poolse premier Jaruzelski heeft de ontvoering van pater Popieluszko veroordeeld als een gevaarlijke misdaad die de publieke opinie in Polen zwaar heeft geschokt. Hij zei dat in een toespraak tot het centrale comité van de communistische partij. Ondanks de arrestatie van 3 verdachten is pater Popieluszko nu, een week na zijn ontvoering, nog steeds niet gevonden. De vrees neemt toe dat hij dood is. Redelijk weer vandaag. Zonnig en droog. En dat zou de voorbode van een mooi weekeinde kunnen zijn. Of, en die vraag mag Harry Otte beantwoorden, staan ons nog onaangename verrassingen te wachten? Nou, het ziet er eigenlijk heel gunstig uit. En dat komt omdat er op dit moment een belangrijke verandering in de ligging van de weersystemen plaatsvindt. We leven eigenlijk op de bodem van een oceaan van lucht. En wat zich daarboven afspeelt, dat bepaalt het weer. Depressies en hoge drukgebieden. Die worden op hun beurt weer gestuurd door de straalstroom. Dat is een band met heel sterke winden op zo'n 10 kilometer hoogte. Die lag vandaag nog langs deze positie, maar moet zondag een positie bereikt hebben hier langs. En dat betekent dat depressies die er aan de westkant langs trekken, vanaf zondag hun diepste punt bij IJsland bereiken. En boven West-Europa komt dan een hoge drukgebied tot ontwikkeling. Dat betekent dat er een forse kans is dat Nederland nog minder bewolking zal hebben dan vandaag op de satellietfoto al te zien was. Merkt u trouwens op dat de bewolking vandaag in rijen of straten gerangschikt was. Wolkenstraten heet dat. En de enige buienwolk die bevond zich nog bij boven West-Brabant. Nou, het hoge drukgebied dat in de maak is lag vandaag nog hier. Komt morgen hier aan en zondag al boven Polen. En dat betekent dat de wind gaat draaien van het westen naar het zuiden. Komende nacht is het helder en dat betekent dat de temperatuur flink kan dalen op de normale waarnemingshoogte van 1,5 meter tot 3 à 4 graden, dicht bij de grond, zelfs tot iets onder nul, dat is nachtvorst dus. Nou, daar kan zich wat mist vormen, enkele mistbanken. Ik dacht dat die spoedig in de ochtend weer zullen verdwijnen en dat we dan morgen overdag flink wat zon zullen krijgen. De wind uit het zuidwesten die neemt geleidelijk in kracht af, zal morgen niet meer dan matig zijn. Temperatuur zo van een graad of 12. Nou, zondag eigenlijk zo'n beetje hetzelfde. Een tamelijk koude nacht, kans op nachtvorst en enkele mistbanken. Zondag overdag weer flink wat zon. En misschien later op de dag in het westen van het land wat sluierbewolking. Al zal hij de zon niet tegenhouden. En door die zuidenwind kan het een graadje warmer worden dan zaterdag. Optimistische geluiden dit keer dus uit de beeld. Het ziet er echt heel gunstig uit voor dit weekeinde. Geen weekeinde om binnen te blijven zitten, maar erop uit te trekken. Bijvoorbeeld het bos in, waar de kleuren nog erg mooi zijn, zoals u op deze foto die vanochtend gemaakt is kunt zien. Verder ook heel goed nieuws voor de landbouwers. Niet alleen dit weekeinde blijft het droog, maar zoals het er naar uitziet ook de eerste paar dagen van volgende week nog. Dat was het 11:30 journaal. Goedenavond.